verschil is minimaal. Het staat 2-1. Bal weggegeven door Kanté. Veel ruimte op de flank. Lozano wordt aan de zijkant aangespeeld. Hij kan de voorzet geven. Op de man bij de eerste paal. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekker de voetballer. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. De aanval verliep goed en uiteindelijk belandt de bal in het net. Mooie voorzet van een aardige afstand, moet je kijken zeg. Ja, zie je, deze speler staat onbekend dat hij een uitstekende...